Jongens, vandaag zijn we weer in Content Veen, in de prachtige stad, in het nieuwe gebied zelfs. En ik sta hier op allemaal bomen. Oeh, wat mooi. Vandaag ga ik een grote taak uitvoeren die ik al een tijdje aan het uitstellen ben, omdat het best wel behoorlijk wat werk is. En het heeft inderdaad te maken met deze prachtige bomen waar ik op sta. Maar zoals je kan zien ben ik een beetje, bijna niet te zien. Ik heb een zwarte pet op en een zwart shirt aan. Ik ben nog net niet gewoon een vliegend hoofd. Wacht, ik heb een oplossing. Ik heb een witte pet. Het is dezelfde pet, maar dan wit. Zo, dat is beter. Zijn we een keer andersom? Het klopt helemaal niet. Een zwart shirt en een witte pet ziet er helemaal niet uit, vind ik. Maar voor nu ben ik iets minder donker. Maar goed, even ik ben helemaal afgedaald van wat ik wilde doen. Welkom bij de video. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Laten wij beginnen met al deze bomen weghakken. En terwijl ik dat ga doen, hè jongens. Terwijl ik dit zo leuk, dit een beetje ga doen. De hele tijd. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik denk dik een uur. Heb ik ook een leuke taak voor jullie. Terwijl ik zo meteen al deze bomen aan het weghakken ben. En jullie zien dat in een leuke timelapse. Reageer even wat jouw favoriete gebouw is in mijn stad. Dat kan het kasteel zijn, dat kan een ander huis zijn, dat kan, weet ik veel wat, een kerk zijn. En terwijl je die reactie achterlaat, like ook even de video. We gaan deze video voor 5000 likes en abonneer. En nu veel plezier met kijken naar deze timelapse. Jongens. Ik heb toch een ander shirt aangedaan en mijn zwarte pet opgedaan. Ik kon het niet laten. Ik keek naar mezelf in de camera en ik zag gewoon... Het was net alsof ik een vliegend hoofd was. Nu niet meer. Maar goed, dat is eigenlijk niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat wij de hele bomenbosbende hier hebben weggehaald. En dat het helemaal kaal is. Het is niet te geloven, jongens. Het is gewoon echt gebeurd. De bomen zijn verdwenen. En wat het eerste wat mij opviel is dat er op heel veel plekken vliegende dirtblokjes zijn voor Samri. Oh, het zijn er eigenlijk maar 3. Het lijken er meer, maar het zijn er eigenlijk maar 3. Het waren er meer, maar die heb ik weggehaald tijdens de timelapse. Maar dat is weird. Dat zijn die Minecraft manier om dingen in te laden. Dat is af en toe gewoon echt buggy. Maar het zijn er wel meer. Zie je daar ook. En daar weer. Maar goed, wat mij ook opviel is dat het landschap hier best wel behoorlijk lelijk is. Het gaat hier naar beneden. Dat is wel lijp. Maar dit. Het is hier echt alsof het tegen de dingen is aangolft, weet je? Dus ik twijfel om... Of dit hier helemaal weg te halen. Dit lelijke bultje hier en daar en daar. En het plat te maken. Of om te zeggen, we maken het vanaf hier. Maken we ook zo dat het dit hier nog een bocht omgaat. Waardoor het tegen een muur aankomt. Waardoor we meer ruimte hebben. Uiteindelijk komen er toch platformen. Wacht, ik pak wel even wat steen. Nee, vuurwerk. Oh mijn god, ik ging bijna dood. Ik pak wel even wat steen om het te laten zien in jullie het voorbeeld. En wat dirt om het misschien een beetje op te vullen. Oh ja, en trouwens, dit hebben we gekregen. Dit hout en dit hout. Althans gekregen, dat hebben we door het hakken gekregen. En hier natuurlijk een resterend hout, wat er niet zo heel veel was. En heel veel paddenstoelen. Julian had me even geholpen met hakken. Dankjewel, Julian. Zag je misschien ook al de timelapse dat er op een gegeven moment een tweede persoon bij kwam? Laat ik dit meenemen. En laat ik dan even wat dirt meenemen. Laten we zeggen, zo doen we dat in deze shulkerbox. Want die is inmiddels leeg. En dan nemen we de shulkerbox mee, dankjewel. En dan nemen we deze shulkerbox ook mee. Ik vind het helemaal mooi. Hoppakee. Kijk, waar ik dan aan dacht, jongens, dames, heren, appels, peren, is onmogelijk eventjes dit een bocht te geven. Vanaf waar geven we dan de bocht? Moet niet al te breed zijn. Vanaf de dikke pukkel hier. Dat zou hier zijn. En hoe zou ik dat mooi kunnen doen, zo'n bocht? Ik denk wel gewoon recht, hè. Dus dat het bewijs van deze hier, zo... En dan hierheen gaat, jongens. Ik denk dat dat wel leuk is, toch? En dan... dat is wel heel breed, hoor. Om eerlijk te zijn. Dan heb je daar maar een heel klein pad naar beneden. Is dat erg? Misschien is dat helemaal niet erg. Dat het juist al mooi is. Kijk, want dan gaan we deze kant op zo. Dit kan op zich wel mooi worden, hoor. En dan deze hoogte, waardoor je meer stabiliteit hebt en meer ruimte. Wacht, ik maak de palen wel gewoon even. En dan kijk ik van een afstandje hoe het eruit ziet. Kijk, dan zou die ongeveer tot hier komen. En dan deze hoogte is hetzelfde als die hoogte daar, lijkt wel. Misschien zelfs zo. Waardoor die nog eentje hoger kan. En dan heb je al ongeveer deze hoogte hier te pakken. Ja, ik denk dat dit wel mooi is, hè. We moeten natuurlijk een beetje die platformen gaan voor elkaar krijgen. Hier, kijk, weer vliegend dirt. We moeten een beetje nu de infrastructuur moeten we hier kunnen regelen. Want we moeten het wel mooi hebben. En een beetje, hoe noem je het? Gewoon netjes.
Het moet niet al te rommelig zijn. En dan kan ik dit daar kan ik laten, die pukkel. Maar dan kan ik deze grote bult hier en die bult daar, die kan ik dan wel helemaal soep, helemaal smooth maken. Waardoor het hier in platformen naar beneden gaat en uiteindelijk daar terecht komt. Ja, jongens, dit is helemaal top zo. Laten wij eerst dit gedeelte hier eventjes allemaal dezelfde hoogte maken. Wat nog best wel een taak is op zich. Nou, het mag misschien wel ook iets naar beneden lopen. Maar daar kunnen we nog over nadenken. Want het ding ook is, jongens, terwijl jullie... Ah, pennootjes. Terwijl jullie deze video kijken, zit ik al bijna 2 weken lang zit ik in Noorwegen op vakantie. Dus de afgelopen video's van de afgelopen 2 weken eigenlijk zijn allemaal vooruitgewerkt. Maar ik heb geprobeerd dat zo te maken dat jullie dat niet doorgehad hebben. Puur omdat, ja, dat het voor jullie lijkt alsof het gewoon alledaagse video's zijn, weet je. Wat eigenlijk ook zijn. Alleen, ze zijn... Ja, van tevoren opgenomen allemaal. Maar wat ik daarmee, mijn punt waar ik naartoe wil met dit, is dat het de volgende Content Fame video, ben ik 2 weken weg geweest. Maar voor jullie is dat alsof het gewoon normaal is, weet je. Alsof ik morgen weer een Content Fame video upload. Oftewel, er kan ineens volgende Content Fame video van alles veranderd zijn in de stad. Misschien dingen toegevoegd zijn. Niet al te veel, denk ik, want ik ben meestal degene die de grote dingen doet natuurlijk. Maar bijvoorbeeld de floor kan ineens hier een huis gebouwd hebben. En daar en daar en hier en zus en zo. En hier een beetje met de grond gewerkt hebben. Omdat er 2 weken tussen de zin. Er zit 2 weken tussen, jongens. En voor jullie voelt het als 1 dag. Hoe goed is dat? Gaan jullie nog op vakantie, jongens? Dat wil ik eigenlijk weten. Laat even weten in de reacties. Of zijn jullie op vakantie geweest? Inmiddels, tegen de tijd dat deze video online komt. Want kijk, ik heb bewijs voor jullie. Je ziet wanneer deze video online komt. En de datum nu is vrijdag 8 juli. En ik weet nou niet precies wanneer deze video online is gekomen. Maar ik neem dit op 8 juli. Dus, moet je nagaan. Oké, dan nu kan dit hier weg. Dit muurtje. Want we kunnen dit nu doortrekken. Zo. Kijk, en dan wordt de muur hier ook iets minder achterlijk hoog. Die is namelijk wel echt heel hoog. Dan vullen we het nu netjes op zoals dit. Oh, god, daar heb ik... dirt voor nodig. Mijn dirt ligt... Ah, hier. Oeh, ik heb geen gras meer. Oeh, dat wordt lelijk opvullen. Maar geen zorg, jongens. Uiteindelijk wordt het allemaal gras. Het moet alleen even duren. Ik vind het stom om met dirt te bouwen. Die bouw ik gewoon gelijk met gras. Wat een hersenloos staakje is dit ook eigenlijk. Net zoals dat bomen weghakken. Het is gewoon een beetje hakken en plaatsen in dit geval. Zonder erbij na te denken. Het opvullen. Oh, zo jongens. We zijn bijna klaar met opvullen. Ik heb er... Ja, wat is het? 10 minuutjes, kwartiertje? Nou, kwartiertje is misschien wel heel overdreven. 10 minuutjes over gedaan, denk ik. Ja, laten we zeggen ongeveer 10 minuutjes. Ik weet het niet, ik heb niet de tijd bijgehouden. Maar het voelde als heel veel en dit is dirt wat ik over heb. Dus het is best wel wat dirt gebruikt. Dan kunnen we nu lekker het randje hier even mooi aanvullen. Zodat het er gewoon netjes uitziet natuurlijk. Hè. Normaal doe ik dit altijd in een timelapse. Maar in principe heb ik al de timelapse gedaan vandaag. Dus nu het is net te klein voor de timelapse. Dit, dat zou echt een mini timelapse worden. Dan hoeven we er nu alleen nog maar walls tussen zoals dit. Lekker simpel. Af en toe een bochtje erin hier. Tok tok, hoppakee. Het voelt wel heel fijn om hier nu lekker rond te lopen zoals dit. Het voelt wat rustiger. Oh, de slaps moeten er ook nog op. Die was bijna vergeten. Om en om doen natuurlijk, hè. De slap zoals dit. Hoppakee. Kijk, jongens. Wat een simpel werkje. Maar het is zo goed als klaar. Oh, nee, natuurlijk. Hij moet nog opgevuld worden aan de onderkant. Oh. Nee. Oh, inderdaad. Daar moet allemaal nog steen komen. Dat is echt een vervelende taak. Dat heb ik inmiddels al meerdere keren gedaan, maar dat is echt een vervelende taak. Nou, hoezee. Laten we beginnen met deze leuke taak, jongens. Oh, daar heb ik hier zin in, hé. Joh, niet normaal, hé. Heel veel zin in. Erg leuk. 2 hours later. Jongens, daar zijn we weer. Oké, we zijn inmiddels klaar. Zo goed als. En oh, wat vind ik dit zo'n vervelende, saaie taak. Echt waar. Dat opvullen heb ik inmiddels al zoveel gedaan in Content Fame. Als Content Fame seizoen 3 komt, ga ik dat echt niet meer doen. Dit opvullen. Dat soort dingen. Gaan we een andere stijl bedenken? Nee, het blijft wel heel mooi. Daarom blijf ik het ook doen, omdat ik het gewoon echt heel mooi blijf vinden. Oh, kijk wat een rust dit geeft, jongens. Oeh, dit is wel heel chill hoor, moet ik toegeven. Wat ik dan nu gelijk ga doen is... Dit hier, dat komt nog wel eventjes later. Maar eerst wil ik een pad maken langs de zijkant van dit. Want ik heb een heel leuk idee wat ik eigenlijk met dit gebied wil gaan doen. Ik heb natuurlijk veel reacties gekregen ook van wat jullie zeiden dat ik hier moest bouwen. Dus daar heb ik ook lekker aan gedacht of rekening mee gehouden. Maar we moeten nog steeds denken aan de infrastructuur, hoe we het gaan bouwen. En ik begin altijd met zo'n pad. Uiteindelijk vervang ik dat voor een stenen pad. Dat weten jullie inmiddels wel als jullie echt onder het heen kijken zijn. Oké, maar laten we in ieder geval beginnen met dit zo doen, heel simpel. Oké, het pad is nu 3 breed, helemaal tot en met het einde. En ik zie nu dat dat nog lang niet breed genoeg is, dus laten we er 5 van maken. Oh, dit is 6. Oeh, wacht even. Ik wil er denk ik even 5 van maken. Maar dan plaats ik altijd mijn chocoboxes gewoon in de weg. Uiteindelijk staan ze altijd in de weg. Hier is 5 breed genoeg, hier op dit punt. Maar hier wordt het misschien te breed, waardoor je te weinig ruimte hebt voor huizen en zo. Nou, 5 is eigenlijk al breed genoeg, ook hier. Zo, en hier stopt het spontaan natuurlijk. Maar dat komt omdat ik het hier uiteindelijk ook door wil bouwen. En nu het nacht is, valt het me op dat het eigenlijk best wel slecht belicht is hier. Oftewel, laten we even wat lanterns plaatsen. Gewoon even tijdelijk hier op de grond natuurlijk. Uiteindelijk wil ik het mooi belicht hebben hier, maar ja.
ja, hè. Het is stom om nu te gaan doen, want er komt nog, wordt nog van alles gebouwd. Zo, oké, dat ziet er al goed uit. Dit is nu een beetje belicht. Helemaal top. Want wat ik nu wil gaan doen, jongens, is dat we dan nu, vooral daar waar al die lantaarntjes staan, en hier eigenlijk ook wel, hier wil ik allemaal huizen hebben die tegen elkaar aanstaan. Dus eigenlijk één lange rij met rijtjeshuizen wil ik hier hebben. Gewoon één mega lange rij rijtjeshuizen. En dat is best wel een moeilijke taak om dat te maken, omdat rijtjeshuizen best wel ingewikkeld is. Omdat ze echt tegen elkaar aanstaan natuurlijk. En je wil best soms wel naar de breedte ingaan hoe hoog je gaat met een huis. En dat is dan moeilijk te doen. Maar in principe wil ik hier allemaal rijtjeshuizen hebben. En hier mogelijk ook dat het de hoek omgaat zo. Ik denk het wel, hè. Dat ik hier dan alleen hier een stuk breder. Dus misschien dat we hier dat we dan tot een bepaald punt kunnen werken. En dan hier een pleintje maken of zo. Hier dat de rijtjeshuizen hier de hoek omgaan. En dan komt het tot hier. Laten we zeggen gewoon tot hier. Zo. Oh, en dan kan hier jongens op deze hoek. Ik kan zo'n hoekhuis. Oh, de bank op deze hoek. Wow. Ja, en ik heb precies een idee. Kijk, jongens, op de hoek kan dit. Als je Harry Potter kent, ken je natuurlijk de Diagonally hier. En dan heb je die Gringotts bank. Ja, Gringotts, dat ken ik dan niet uit mijn hoofd, sorry. Maar dan heb je die bank natuurlijk op de hoek staan, waar uiteindelijk die draak dan doorheen breekt. Zoals je hier ook ziet. Oh, dit is best wel lijp. Maar dat is niet belangrijk in ieder geval. Op de hoek heb je zo'n bank staan. Hij hoeft niet zo krom te zijn, die van mij. Maar ik wil wel zo'n hoekhuis hebben met daarin de ingang van de bank. Zoals dit eigenlijk een beetje, weet je. Ja, dit staat ook weer krom, maar het hoeft niet dit te zijn. Maar het idee hiervan vind ik heel lijp. Imagine dat concept, maar dan hier op de hoek zo. Dat je dan hier een plein hebt. Of misschien huizen ook gewoon hier weer hebt, zo. Maar dan dit. Oh, dat is lijp. Wacht, dan moet sowieso het pad hier even breder. En dan heb, ja, dan heb je hier echt de perfecte hoek voor zo'n bank. Hè. Oh, dat gaat lijp worden. En die bank sluit, dan gaat misschien tot hier de hoek om. Tot hier. En dan sluit die aan tegen de rijtjeshuizen. Ja. Oehoe, wat spannend. Goed idee. Goed idee is dat. En dan nu even een hele andere plek dan daar, jongens. Dan wat we nu daar allemaal mooi aan het maken zijn. Hier hebben we uiteindelijk de poort. Hier wil ik een nieuwe poort maken. Hij wordt zo breed letterlijk als dit. Dus dat is best wel breed. Want ik wil de muur hier aan de buitenkant nog breder maken dan. Ik wil dat zeg maar zoals dit. Oh, zoals dit doen. Maar goed, hier komt dan de poort. Die loopt dan hier door. En die komt dan, als je het goed is, heb ik dit precies centraal in het midden gemaakt van deze toren. Van de grote, ja, dat glas daar en zo. Waardoor ik hier een soort hoofdstraat kan maken. Dat er gewoon echt één grote brede straat komt hier. Met alle afslagen naar de andere plekken toe. Naar daarheen en zo. Het nieuwe gedeelte hier in de stad wil ik echt, echt heel mooi hebben. Daar ren ik natuurlijk gewoon, wist ik niet precies wat ik wilde toen destijds. Toen uiteindelijk werd het maar gewoon een stad. Maar hier weet ik natuurlijk gewoon precies van, oké, we hebben een stad. Ik weet wat de stijl is. Dus ik weet waar we heen kunnen. Oh, wat ziet dit er trouwens sprookjesachtig uit, dat gebied daar. Wat ben ik daar blij mee. Met die brug daar en zo ook. Imagine dat er nog torens in de muren zitten. Ja, gaaf, hè. Heel gaaf. Maar goed, laten we dan even slapen en dan een begin maken aan het hoofdpad. Ik kom namelijk voordat ik met 2 weken op vakantie ga, wil ik dat er genoeg af is hier om voor anderen te beginnen met hun huizen. Want de anderen wachten een beetje op mij tot ik dit af heb gemaakt, zodat ze huizen kunnen gaan maken. Nou, daar kunnen ze al helemaal lekker aan de slag gaan. De bank wil ik denk ik zelf maken, vind ik wel leuk. En dan hier dan misschien of nog meer huis of een plein. Moeten we maar even kijken. In ieder geval laat ik beginnen met niet de poort, maar het pad maken. Dan moet deze paddenstoel sowieso ver weg. Dat ga ik denk ik doen als ik van mijn vakantie terugkom. De poort hier maken en zo en weet ik veel wat. Allemaal dingen die ook nog steeds gedaan moeten worden. Kijk, dit is de hoogte waar ik op ga werken. Dit. Dus dan moeten we sowieso dit gaan maken. Oh, dit kan je zo mooi maken dat het pad helemaal daarheen loopt. Oh, ja jongens, ja. Moeten we alles ook weghalen hier, waardoor het gelijk vloers is. Want dan kan ik er misschien een beetje, verschillende hoogtes in maken. Maar eerst moet het echt plat zijn. Dan lopen we wel tegen een probleem aan, jongens. En dat is namelijk dat hier echt een mega cliff zit. Of ik laat het nu daar tegenaan lopen, of ik laat die cliff expres hier zitten, waardoor je een soort van scheiding heb van het kasteel. Een soort van extra bescherming, weet je? Misschien kan ik het zelfs opvullen met water of zo. I don't know. Laat ik in ieder geval nu even dit doorbrengen tot dit punt hier. En dan laat ik het heel even met rust, die cliff. Want dan kan ik kijken wat ik er in de toekomst mee wil, weet je? Voordat ik nu al iets ermee ga doen. Oh, we hebben trouwens gras hebben, jongens. Want ik heb net wat natuurlijk weg moeten hakken. Laten we dat even mooi gebruiken voor hier. Door even wat gras overal in het midden en nergens te plaatsen. Weet ik van waar overal. Zodat het wat sneller kan verspreiden. Anders blijft dit wel heel lang nog dirt. En dat is niet mooi. Dat willen we niet hebben. Zoals dit. Ja, dit is denk ik voor nu wel prima. Ik bedoel, ik ga er nu toch niet meer naar omkijken. Deze aflevering, dit gedeelte. Of
Oftewel, dit is wel prima. Zo, dan heb ik nu dit pad hier. Maar voor een hoofdstraat vind ik hem nog redelijk smal. Dus als ik nou aan allebei de kanten nog één dingetje toevoeg. Één randje. Dan is hij sowieso al twee brede. En dat kan al heel veel toevoegen. Dan halen we deze ook weg. En dan maken we dit ook even helemaal plat. Als in dit plat bedoel ik zo. Ik weet niet hoe je het anders moet noemen dan plat. Zodat mensen die online komen straks ook kunnen zien dat dit gereserveerd is voor een pad. En niet in één keer een huis midden op mijn hoofdstraat gaan bouwen. Zo, dan is dat ook weer gedaan. Ziet er heel plat uit. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Behalve dan dat ik hier nu ook dinges moet gaan maken van die palen. Want het vliegt nu natuurlijk. En dat is niet de bedoeling. Maar jongens, terwijl ik dit aan doe, was dat ik ineens een heel gek idee. Je ziet dit heel mooi hier. Hier ga ik natuurlijk mijn huis bouwen. Maar wat ga ik hier doen beneden, weet je? Dit kan ik plat maken en ook huizen bouwen. Maar misschien een heel, heel gek idee. Wat nou als ik hier allemaal water maak? En dan gewoon dat ik dat water misschien ergens naartoe laat lopen. Ergens naar een zee of zo die hier in de buurt is. Ja, klinkt heel, heel groot. Maar stel je even voor dat hier allemaal water zit. Ongeveer tot dit randje zoals dit hier. En dan daaronder allemaal nog hout met een soort havenachtig idee. En het is best breed hier. Dus wat hier echt perfect zou passen, zou een piratenschip zijn. Alleen, ja, het zou wel heel cool zijn, weet je. Dat dit gewoon helemaal zo gevuld is met water. Dan misschien hier nog een platformpje ook beneden, weet ik veel. En dan water met een piratenschip. Of kleine, niet een groot piratenschip, maar allemaal kleine bootjes of zo. I don't know. Het lijkt me oprecht een lijp idee. Maar ik weet het niet zeker. Ik vind het eigenlijk ook wel weer een moeilijke keuze. Misschien dat ik hier wel gewoon plat wil walsen en alsnog huizen wil bouwen. Maar ja, we hebben al zoveel huizen, weet je. Wat gaan we met al die huizen doen? Hier komen ook nog allemaal huizen. Daarboven komen ook nog allemaal huizen. Misschien dat water hier heel lijp kan zijn. Vooral omdat het ertussen zit, weet je dan. Ik denk dat het wel heel, hoe noem je dat, sprookjesachtig kan zijn. En dat is nou net wat ik wel wil, weet je, sprookjesachtig. Maar goed, eerst heb ik het midden van dit pad even nodig. Nee, ik ga dit trouwens, wacht, ik ga dit door laten lopen, want ik heb ineens een idee. Ik zie het al voor me nu. Ik zie het al helemaal voor me nu. Zo, en nu heb ik even het midden nodig. Oké, jongens, we hebben ongeveer het midden te pakken nu. Wat ik hier nu wil doen, is het pad breder maken. Even kijken hoeveel breder ik het ga maken. Beetje zoals dit. Maak ik er een rondje van, namelijk. Een rondje. Zo, dan maken we dat ook plat. Dan halen we dit even simpel weg hier. Zo. Dan kunnen we het symmetrisch maken aan de andere kant. Zo. Want dan kan hier in het midden, jongens, op het hoofdpad. Is het cirkeltje groot genoeg? Voelt hij te klein? Nee, dit is groot genoeg. Zoals dit, ja. Nou, misschien kan hij trouwens nog eentje groter. Als ik nou aan elke kant nog eentje toevoeg zoals dit. Is hij ietsje groter. En hier doen we hetzelfde. Voegen we overal nog eentje toe. Hoppakee. Even kijken. Ja, dit is top, jongens. Dit is top. Want dan kunnen we nu hier in het midden... Oh, dit voelt even niet als het midden. Oh, dit is ook niet het midden. Nou, dit is wel het midden, maar hij staat... Oh, dit is het midden, zo. Kunnen we hier een standbeeld maken? Precies in het midden van het pad, het hoofdpad. Dan kom je dus aan. Dan zie je op de achtergrond het grote kasteel. Maar dat grote glas daar, dat is wel leuk natuurlijk. Maar het is veel lijper als daar zo'n mega standbeeld komt. We hebben natuurlijk al die pijl en boog standbeeld guy. Maar misschien dat we hier nu een soort... man op een paard kunnen maken of zo, weet je. Want hier hebben we veel meer ruimte. Wat ik dan sowieso wil doen is eventjes hier de randjes netjes maken. We werken in drie. Weer in drie zo. En dan hier komt het pad naar beneden in het midden. Waardoor die vier breed is. Dit is drie breed, drie breed, vier breed, drie breed, drie breed. Ja, dat is dan symmetrisch. Zo. En dan hier gaat het pad waarschijnlijk omhoog. Dus daar zouden dan stairs komen zoals dit, denk ik. Of niet? Ja, dat zien we dan wel. Ik hou het nu al even leeg. Ik doe even zo gewoon. Hier komt het standaard riedeltje. Om de stijl gewoon overal terug te laten komen. Vandaag maken we echt veel progressie, jongens, merk ik. Het is een hele progressieve, hoe noem je dat? Ja, een dag met progressie. Ik twijfel trouwens of ik aan deze kant wel ook dit wil. Of dat ik hier niet gewoon huizen wil hebben. Dat hier bijvoorbeeld al huizen staan. Het is wel mooi dat het symmetrisch is zo. Nee, ik vind dit mooi. Het is symmetrisch. Heb ik nog walls bij me? Nee. Ik moet even zometeen die shulkerboxes die daar staan ophalen. Maar eerst hier aan de andere kant hetzelfde principe doen, zo. Gaan we hier even kijken hoe we het gaan doen. Die gaan we zo. En dan ook weer drie. Misschien dat ik hier dan gewoon een heel breed pad doe ook. Dat het brede gedeelte hier gewoon zo netjes heen gaat. Is wel leuk, denk ik. Dan hier ook gewoon weer het simpele pad ertussen. Aan de andere kant. Hoppakee, waardoor die ook lekker breed is hier. Ja, dit ziet er goed uit, hé. Ik heb alleen niet meer echt lanterns om te plaatsen. En ik weet ook niet of ik... Oh, ik kan kopen tegenwoordig. Tegenwoordig kan je lanterns kopen, jongens. Dat gaan we eens eventjes doen zometeen voor het eerst. Laten we dat nu even gelijk doen. Hier in het andere gedeelte van de stad. Waar wel alles gewoon al zo goed als bijna af is. Dat kan je hier. Kijk, kost 1 diamond. Met een ender chest. Hoppakee. Lanterns kost 1 diamond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan was er ergens een kistje waar ik moest betalen. Nee, ik moet het gewoon hierin doen. Zo, kijk. Dan hebben we weer meer dan een stack. Anderhalf stack lanterns hebben we nu. Gaat even een beetje belichten. Zo, zo. Zo, en hier eentje. Laat even weten in de reacties wat jullie er zo ver van vinden, jongens, van dit gedeelte. En vooral ook met mijn water-idee.
Laat even weten wat jullie daarvan vinden. Dat weet ik zelf namelijk ook nog niet heel zeker. Oh, hier is trouwens helemaal ook nog niet belicht. Au. Dus laat ik het hier ook even belichten. Was ik helemaal vergeten om het hier te belichten. En zo, hoppakee. Wat een sprookjesgebied. Hé, kijk, het is bijna helemaal gras geworden. Wat nice. Moeten we dit heel even doortrekken naar beneden zo. Niet elke, want de middelste hebben dit nodig. En dan mag ik het zo meteen weer opvullen. Hé, wat leuk. Mijn favoriete bezigheid. Oké, dan moet ik even kijken of ik dat hier ga doen. Want dit is dit randje en dan dit blokje. Ja. En dan moet dan helemaal naar beneden. Oh, mijn god, dat is echt heel diep. Oh, maar deze, het gaat diep, hé. Deze paal gaat helemaal de grot in bijna, joh. Hetzelfde voor deze. Dan nu even dit rondje hier netjes maken. Dat ziet er natuurlijk ook nog niet uit. Even kijken hoe ik dat ga doen. Ik denk zoals dit. Dit even netjes is. Zo, dan hou ik deze open, waardoor dit gewoon een heel lang pad wordt. Veel lang open stuk. En dan... moeilijke keus. Hier eentje. Hier eentje. En... dat is misschien wel prima zo. Dit is wel nog echt een rommelkantje, maar dat is niet erg in principe. Dat is zo te fixen natuurlijk. Maar hier kunnen gewoon leuke huizen komen, jongens. In dit hoekje, denk ik. Ik denk dat dit gewoon een perfecte plek is voor misschien één mega huis weer. Of meerdere huizen, weet ik veel. Hier doen we zo. Even kijken. Hoe doen we dit hier? Ik heb wel een idee. Zo, zo, zo. Zo, zo. En dan hier. Nou, misschien die ook zo nog. Waardoor we het een beetje zo kunnen maken. Ja, dit is leuk. Dit ziet er goed uit. Hier doen we gewoon simpel zo. Hier ook zo. En hier doen we gewoon een blok. Hier kan zelfs nog wat onder. Dit ziet er echt uit als een poort naar iets of zo. Naar een ingang voor weet ik veel wat. Moet ik even mijn shulkerboxjes hier ophalen. Die zijn van mij. Dankjewel. Die plaatsen we heel even weer hier. Want dan heb ik die walls nodig. Die walls moeten er namelijk allemaal weer tussen geplaatst worden. Hoe ga ik dat hier doen? Ik denk gewoon zo, hè. Ik bedoel, het ziet er nu lelijk uit met dat het dinges wordt. Dirt in plaats van dat plat dirt. Maar uiteindelijk wordt alles... Het platte hier wordt toch gewoon weer steen, jongens. Dat wordt weer een stenen pad. Zoals gewoonlijk. Zo, dit ziet er echt goed uit. Dit ziet er echt serieus heel goed uit. Hier doen we nog even een lanterntje en hier. En dan ook aan de overkant, zodat het even belicht is gewoon. Even kijken hoor. Ja, dat gaat mooi worden, jongens. Dit gaat een mooi hoofdpad worden. Ik bedoel, laten we even van een goed afstandje kijken. Kijk hoe dit eruit ziet. Oh, dit is lijp, hé. Wow, dit is zoveel lijper dan dat ik eigenlijk dacht dat het was. Als je dit hoofdpad hier ziet, de hoofdstraat. Ja, man. Beter dan ik überhaupt kon denken dat het ging worden. Maar goed, laten wij even onze spulletjes opbergen. En dan wil ik wat hout gaan verkopen, jongens. En ik denk dat ik daarvoor ook misschien een nieuwe kist nodig heb bij mijn winkeltje. Maar dat hoeft niet specifiek. Laten we even naar mijn kraampje gaan. En dan in de kist. Kijk, hé, al het hout dat ik had is verkocht. Dus dat is mooi. En hoe zit het met mijn glas? Mijn glas is ook verkocht. Top. Ik ga even nog een kist erbij plaatsen, hoor, want dat is net te weinig kisten dit. Kijk, dan maken we van die kist hier, maken we even een bredere kist. Zo, en dan zo, zo. Dan doen we hierin al het hout dat we hebben. En ik heb nog een shulkerbox ook vol met hout. Die gaan we hier ook in dumpen. Hoppakee. En dan is dat denk ik wel genoeg hout, hè. Ja, zeker. Hoppakee, jongens. Dit hout is weer helemaal bijgevuld voor de mensen die in Cottage Veen zitten en mijn video kijken. Jullie kunnen weer lekker hout kopen. Eén stekje kost maar één diamond. Toch, Stip? Ja, hij is Stip. Je bent het mee eens, hè? Diamonds doen we hierbij. Pak even de carrots eruit. Kunnen we die even hierbij vullen. Leggen we dumpen alles weer even in ons stationnetje die we hier natuurlijk hebben. Gewoon een tijdelijk station, hoor. Hier ga ik niet allemaal spullen voortaan dumpen. Zo, hoppakee. Wat een succesvolle aflevering was dit, jongens. Erg veel gedaan. Erg veel voor elkaar gekregen. Het gras is hier ook mooi gaan groeien, dus dat is top. Ik ben er erg blij mee. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik ben lekker 2 weken op vakantie geweest in de tijd dat jij dit hebt gekeken. Dus wie weet is het achter me hier wel... veranderd. Maar wie weet zijn alle andere Content Veeners ook op vakantie geweest. In ieder geval, voor nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Heb je hem nou gemist? Kijk hem, want dan ben je weer helemaal up-to-date. En nu spreek ik later glaasje water tot 4. Flesje bier en tot de volgende keer. Tot ziens. Doei.